Hallo allemaal, welkom in een nieuwe video van Pro Cycling Manager 2015. En ik heb net een contract voorstel gedaan bij Team Canada Government. Dat volgend jaar Matteo Trentin alvast op zij rijdt. Een productie. Een derde jaar niet. 21ste in deze wedstrijd met de overwinning Jasper Stuyve. Volgend jaar in Wattelschuur al. Ik heb nu vooral een paar wedstrijden inrijden. Ik ga nu door de Vuelta. Zo. Een beetje tussen praten, tussendoor. Een paar dagjes wachten. Eerst op de dingen zitten. De voeten daar. Die hond komt nog wel. En we gaan hier hebben we juist een mail gekregen. Contract bij Team Canada Government contract. En we gaan de tekening. Peters woont echt bij Team Canada Government. 20 jaar is super. De derde uit de ronde van Zwitserland. Keuze. En hopen mooie dingen te bereiken. Je kunt €1 per maand in een periode van 1 jaar. We etappe simuleren en dan kom ik telkens terug bij jullie op de uitslag. Etappe 1 van naar As. Dus. Het kan hier goed zijn, dus laten we kijken. As, Eupen, dezelfde etappe als in de ding. En de 18e plaats. Een overwinning voor Antoine Dumoutier voor Ziekenwatches die vandaag in de laatste etappe in Tonken van de Bourgeoise Belgium Tour is van John de Beat die derde werd. Vandaag in de late uitval gedaan heeft in de Super Giro. Uiteindelijk 6 is gewonnen denk ik. Ja, ik zie je telkens terug bij de etappe 2 in de 98e plaats om 0 secondjes val op de winnaar Ziekenwatches. Van die met die in de bussen. Etappe 3. Colombia. En Baskonje ligt aan komt in een 48 seconden, 21 seconden, 17 in het andere komt van amper 10, 16. En plan die met die wint in 2. Die bootjes. Etappe 94ste plaats heeft in het algemeen klassement op 1.34 en de etappe gaat naar Ziekenwatches voor het ronde met die. Ja, je boven in de ronde van de ronde van de Jolien. De laatste etappe is 3, de muur van 10. Klassement. Ja, je 26ste plaats heeft in het algemeen klassement en de overwinning voor. Christophe Primont en Frans en Wout van Melsen. Ik heb nog een doematje win voor Ziekenwatches. Met algemeen klassement cash girl 2-0-1-0-2-30. Trofee Giox. Die tops. 192 kilometer. Geen favoriet dingen, maar de naam is Leeds. En een beide plaats achter Daniel Martin. Anthony, Armo, Pools, Sijutsu en Peters. San Sebastian. Die in de favoriet natuurlijk, maar voor mij is ook niet op jou wint. Een 101ste plaats. Peters van winnaar Philippe Chaubert voor Dane Wagner Richport. Koers in Londen, project Griepelen. Niet lang wonen van Londen naar Londen. Vaak 200 kilometer tegen ook voor de kant. Ja, maar die markt is maar hoog. En de 64ste plaats en van de 84, Emmanuel de Cunhato laatste. En de overwinning gaat naar de derde Cavendish. Nu gaan we naar ronde van Burgos. Burgos etappe 1 en sprint. VV, de grote favoriet. Die wordt de 74ste. Nee. Denk of straks verreinigd. Louis Servicius gestopt als derde.
Etappe 3 ronde van Burgos, blijkbaar is etappe 2 gewoon zo weg. Ik weet niet. Ik moet niet moeten simuleren, maar we zijn bijvoorbeeld van. Weet ik niet. Voor de derde achter Igor Anton en Julien Arredondo. Etappe 2 is zwak gegaan. Kijk, er zal ook een uitslag zijn, het is niet te reden. We maken echt kans op de eindoverwinning, dus. Dat is wel. Etappe 4. Ik ben blij dat hij die onklasse. 41 secondjes aan de broek. Van de overwip. Pierre. Laatste etappe, de tijd gaan in de ronde van Burgos. Kan ik hier mijn 41 secondjes goed maken. En we doen het 10 kilometer. En we winnen met 0 secondjes. Maar we winnen de etappe 0 seconden. In dezelfde tijd met Igor Anton. Ah. Oh. Minder. Maar nu gaan we nog dingen doen. Etappe 1 is al verreden. Nu gaan we doorspoelen naar Hamburg. En dan ronde van Spanje. Etappe 2 en dan gaan we deze video af. Tweede etappe in de Vuelta. Ik verwacht niet te veel van de Vuelta. Ik ga het benieuwd doen. 38ste op 18 seconden. 21ste nadat we het al in het klassement. Ja, ik heb deze video afgerond. Dus tot in de volgende video van Pro Cycling Manager 2015.